Goeiedag volk, kom maar op pad in Hoogeveen. En dan zeg je van in Hoogeveen, wat doe je vredesnaam in Hoogeveen? Buiten is het warm en dan ga je in u zetten in Hoogeveen. Nou, daar heb ik een goede reden voor. Ik weet wel, mensen hebben een heleboel hobby's, overal over. Maar er bent er maar heel weinig die een hobby hebt om een oldweg Hoogeveen en de omgeving te spekken. Dat vind ik wel mooi. En Henk Jonker, die werd daar een heleboel van, is niet zo Henk? Nou, we kunnen een boel van weten, dat is nog maar de vraag. Wat, het is wel mijn hobby om naar al de foto's te kijken, die te verzamelen en die op mijn website te zetten. En daar ben ik druk mee bezig. En ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van Hoogeveen. Dat is iets anders dan dat je historicus bent, want dan weet je er echt heel veel van. Ja. Ik heb er interesse in. En dat is net even wat anders dan... En wat wekt toen interesse dan? Want dit heet de Oudheidskamer van Hoogeveen, heet dat? Klopt dat? Nee, dat is, ik ben lid van de historische kring. Okay. En ik ben vrijwilliger bij de Verhalenwerf. Dat bent het ding waar ik veel van mijn vrije tijd in kwijt kan. En dat is ontstaan, die interesse, zo'n 20, 30 jaar geleden. Ik kwam weer terug van dit Bijl naar Hoogeveen. Yeah. En dan kijk ik naar een roots. Die roots ligt hier in Hoogeveen. En ik heb altijd gewoond als kind aan de Hoofdstraat, op nummer 9. En dat is een heel oud historisch pand. Dat is onderdelen west van landgoed Veenendaal. Huize Veenendaal is in feite, die naam stond op dat huis, toen het museum... Huize Veenendaal. Huize Veenendaal, maar dat was eigenlijk het poorthuis van Huize Veenendaal. Huize Veenendaal is al heel lang geleden afgebroken. Dat stond wat verderop, dat stond waar vroeger oude meneer Pet woonde. Die woonde op Hoofdstraat nummer 7. Mm-hmm. En iets achteruit, daar stond dan het Huize Veenendaal. Dat heb ik ooit eens gehoord van Albert Metselaar. Die heeft daar toen eens een keer een verhaal over verteld. Weet je ook wie daar woonde toen? Daar woonde familie van de Van Echtens. Die heeft dat toen daar neergezet. En Albert die heeft er een keer een boekje over geschreven. Ook, ik denk naar aanleiding van toen er een kunstmuseum in kwam, of een kunstgalerij in kwam in dat pand. Net nadat dat museum de 5000 morgen verhuisd was naar de Verhalenwerf. Dat is wel uniek, wanneer hij daar dan zo'n ruimte van maakt, zo'n expositieruimte. Ja, dat museum de 5000 morgen was daar al. En toen ik weer terugkwam naar Hoogeveen, toen... dat heeft wel een aantal jaren geduurd. Toen en ik wat minder ben gaan werken, toen heb ik mij andermaal als vrijwilliger bij het museum. Oké. Okay. Maar daarvoor al, in 2000, eind 1999, ben ik eigenlijk begonnen met mijn website hoogeveen2000.com. Daar staan heel veel foto's op van oude Hoogeveen. Die kreeg ik toegestuurd van mensen. Mensen die dachten van, ik heb nog wat liggen op zolder. Maak er maar een kopie van en zet dat maar op de website. Dan heb je verteld hoe roots ligt in Hoogeveen. Ja. Die ligt in de Hoogstraat, daar heb je een jeugd versleten. Ja. En dan naderhand, dan ga je interesseren. Mm-hmm. Nadat hij eerst in Bellen woonde, ga je interesseren voor de gebouwen in Hoogeveen. Ja. Wat is voor u het meest interessante gebouw? Ja, dat bent er zoveel. Kijk, waar mijn interesse lag, was ook een beetje de geschiedenis van het huis waar ik ben opgegroeid. Ja. Daar begon het in feite met. Maar er zijn best nog heel veel gebouwen in Hoogeveen die de moeite waard bent om te bekijken. Kijk bijvoorbeeld naar de Grote Kerk aan de Kerkstraat. Ja. Dat is ook een prachtig historisch gebouw. Kijk naar... Wat weet je van die kerk? Hoe lang bestaat die? Die is ook al in 1600 gebouwd. Dus midden 17e eeuw, zeg maar, is volgens mij bent ze daar met begonnen. Dat is de kerk aan de Hoogstraat? Nee, aan de Kerkstraat. Bij de Haven? Bij de Grote Kerkstraat, aan de Grote Kerkstraat. Die. Ja. Waar ze nou eigenlijk ook een private ruimte van wilt maken. Ja, daar bent inderdaad ideeën over West. Of dat nu allemaal doorgaat, dat weet ik trouwens niet. Nee. Is dat het meest interessante gebouw? Nou, want niet... je hebt er een aantal, maar je hebt vast wel één waar hij van zegt. Nou ja, het meest aansprekende in de geschiedenis van Hoogeveen, denk ik, is het Olde Schippershuis. Daar is in feite rondom dat gedeelte van Hoogeveen is Hoogeveen ontstaan. Daar woont die wet dichterbij. Daar woon ik heel dichterbij. Ja, ik zit eigenlijk op de geschiedenis van Hoogeveen. Ja, toch? Ja,
Dat was eigenlijk het kruispunt van Knalen later. Hè? De Hoogstraat, dat was de eerste wieken, zeg maar. En naar de Hogeveense Vaart, dus de Schutstraat, het Hagi en het Alteveer. Op dat kruispunt, daar is het uit Hogevenen ontstaan, zeg maar. Door hij ook het Willemskanaal bij. Het? Het Willemskanaal. Klopt dat? Bij nee. De Thomas en Drijven langs? Nee, dat was de Willemsgade. En dat was het noord in feite. Volgens mij was dat niet het Willemskanaal. Want door loopt toch een kanaal? Daar loopt een kanaal. Dat was het noord. Dat was van de eerste wieken ging je dan noord. Dat loopt dan over de Willemsgade. Ja. Helemaal naar Noordse Schut. En hier door de Oostraat? Dat was de eerste wieken. Dat was de eerste wieken. Ja. En dan wil ze graag de eerste wieken terug. Ja, ja. Maar of dat ooit zou gebeuren, dat is maar zeer... Maar stier door de historische kring ook achter. Stort jullie door achter? Is dat een ontwikkeling waar jullie van zegt? Daar rollen we even van. Nou, de vraag is of dat reëel is om die wens te hebben. Dat kost zo onnoemelijk veel geld. Maar er staat hele mooie huizen. Je zegt ook al, aan de Hoogstraat, er staat hele mooie gebouwen. Ja, maar erg verspreid. En er is ook heel veel waarvan ik in ieder geval vind van, dat nooit moet gebeuren. Dat nooit op deze manier ontwikkeld moet worden. Een goed voorbeeld van hoe het wel kan is bijvoorbeeld het appartementencomplex waar Maron onder zit. Hè? Dat heet Casquette heet dat volgens mij. Okay. Ik weet niet precies. Ja, ik meen dat Casquette heet. En dat is een prachtig gebouw. Het was mooi in die omgeving naast de gereformeerde kerk. Dus dat is wel heel mooi. Maar zo bent er heel veel andere waardevolle gebouwen in de Hoofdstraat. En de rest van de Hoogevenen? Er is heel veel afbreuk. Bijvoorbeeld kijk naar het Olde Ziekenhuis aan de Schutstraat. Ja, dat is een prachtig gebouw. Echt heel jammer dat ooit afbreuk is na een brand. Vind je daar nog veel foto's van? Ja, er zijn heel veel foto's van het ziekenhuis gemaakt in het verleden. Ja, echt de wereld. Vanuit heel veel verschillende posities. En maak ik zelf ook nog foto's voor de historische kring? Want die leeft nog wel in 2021. Ja. Maar ja, in 2081, dan moet er foto's winnen van 2021. Ja, nou ik denk dat er nog nooit zoveel foto's gemaakt bent van Hoogeveen als just in dit soort. Iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje, dus er worden de wereldfoto's wat er gemaakt. Dus als je over 50 jaar eens weer komt, nou, dan met de wereldfoto's. De vraag is of ze allemaal goed gearchiveerd bent en of ze ook allemaal bewaard wordt. Want het is een hele vluchtige tijd. Dus er wordt wel heel veel foto's gemaakt, maar er wordt ook heel veel weggegooid. En er wordt heel veel niet afgedrukt. Ook, ja. Want dat wordt op een harde schijf of zo. Of op een minidisc of wat dan ook. Ja. En een foto is eeuwig houdbaar. Dat is waar. Nou ja, wel een paar honderd jaar. Ja, nou daar ben ze in de historische kring heel erg mee bezig. Om dat op een goede manier te archiveren. Ook al die foto's allemaal in afzonderlijke enveloppen en zo te doen. Kijk, ik ben een hobbyist. Ik vind al de foto's mooi. Ja. Maar ik heb fysiek maar heel weinig foto's. Ik heb het meeste van mijn fotomateriaal is digitaal. Ik heb het geluk gehad dat ik het fotoarchief van Anno Bakker mocht digitaliseren. Ik ben bijna een jaar lang, één keer in de week ging ik dan een middag of zo naar fotograaf dan Anno heb Bakker. Dan heb je vast een beeld interessante dingen gezien. Ik heb heel veel foto's gezien uit de periode van eind 50 jaar tot eind 70 jaar, zeg maar. In die periode heeft Anno Bakker ontzettend veel foto's gemaakt. Ook voor de Hoogeveense krant, ook voor de gemeente Hoogeveen. Maar het merendeel van de foto's zijn eigenlijk familiefoto's en trouwfoto's. Die heb ik natuurlijk niet geschend. Ik heb alleen maar geschend wat ik... Wat is hier belangrijk vind, precies. Wat ik mooi vind. Ja. En dat waren toch een kleine 10.000 foto's. Henk, is dat een dure hobby, wat je hier hebt? Nee, dat valt eigenlijk best mee. Je moet een goede computer hebben. Je moet een redelijke schender hebben. En je moet de tijd in willen steken, want het kost wel tijd. Dus het enigste wat... En dat heb ik heb tijd nou, ja. Ik heb inderdaad een boel tijd. Ja. En hoe bent u voor de vrijwilligers werk? Want deze hobby doe je vast niet alleen. Nou, voor mijn website en zo, dat doe ik alleen. En verder ben ik vrijwilliger, wat ik al vertelde bij de Verhalenwerf. Daar zit een hele grote groep vrijwilligers die betrokken is bij de Verhalenwerf. Die bijvoorbeeld betrokken is bij de steeds wisselende exposities die wij hebben. Ja. Er is een permanente expositie, een
Die zit in de bibliotheek, dat weet iedereen, hoop ik. En het is echt de moeite waard om daar eens een keer te gaan kijken. Daar zie je echt de geschiedenis van Hogeveen. Er is ook een tijdlijn. Dan kun je zien van waar Hogeveen, hoe Hogeveen ontstaan is. Yeah. En waar we nou start. En dat is echt heel interessant voor mensen die van geschiedenis houden. Nou, daarnaast ben ik vrijwilliger bij de Historische Kring. Daar onderhoud ik de website. Daar doe ik wat voor Facebook. En dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dat maakt het gewoon interessant om er daarmee bezig te zijn. En zie je dan ook nog steeds naar je ding? Ja, soms kom je verrassende foto's tegen. Ja. En die gaat dan op de website? Wat ik probeer gescheiden te houden is de Historische Kring. En ik ben privé bezig met mijn website Hogeveen 2000. Het is niet een automatisme dat foto's uitgewisseld worden. Dat is niet een automatisme. Maar als ik een mooie foto zie en ik overleg dat, dan is dat denk ik geen enkel probleem om die te plaatsen. Als je de bron maar vermeldt. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk... Ik vind eigenlijk dat zoveel mogelijk foto's gedeeld moeten worden met iedereen. Daar ben wat verschillende meningen daarover. Maar ik vind delen is belangrijk. Laat mensen kennis maken met wat er is in Hogeveen en omstreken. Ik voel het, ik heb het net zo bij jou gekomen. Toch wil ik het nog een keer doen. Hoeveel foto's heb je op de website staan op dit moment? Ik denk dat ik een kleine 5000 op de website heb staan. En ik denk dat ik op mijn computer wel tussen de 15.000 en 20.000... foto's heb van oud Hogeveen. Dat is een hele bulte. Dat is een hele bulte, ja. En dat heb je alleen maar gekregen door te delen? Door te delen, mensen die de website bezoekt en dan foto's opstuurt. Die vraagt dan van, of die belt mij. Soms dan komt mensen uit Amsterdam. Dat was voor 2 jaar terug en dan had mijn vrouw in Amsterdam. Dat was, die kwam vroeger bij haar opa en oma in de Alteveerstraat. Ja. En die zegt van, ik heb nog alle foto's en heb daar belangstelling voor. En mag een keer langskomen? Die vrouw was in de 80. En die had ook foto's van schepen, dus die heb ik ook doorverwezen naar Albert Woltingen van het Drents. Hoe heet dat nou? Schepensmuseum. Ja. Daar bent ze mee bezig, hè, om daar iets te ontwikkelen. Mooi. En dat is echt prachtig ook. En, ja. De Drentse Praam. De Drentse Praam, ja. En daar bent ze later naartoe gegaan nadat ze hier waren. En daar nog wat informatie deelt. Ja. Dus zo kun je... De deelden wordt sterk. Ik zie dat hij geweldig voor het plezier heeft. Ik vind het mooi om daarmee bezig te zijn. Ja. Ja. En dat maakt het ook hartstikke zuiver. Dus hoe heet uw website? Hogeveen2000.com. Maar je kunt er ook komen via oudhogeveen.nl. Dat is ook belangrijk. Ja. En hoe kunt u foto's sturen? Dat kan via de mail info@oudhogeveen.nl. Ja. Maar mag ook naar henkjonker@gmail.com. Dat bedoel ik, want meestal wil ze persoonlijk in mijn mail. Ik heb nog al de foto's of ik heb nog dit. Ja. Nou, daar sta ik voor open en ik ben daar heel blij mee. Laatst belde mij nog een mevrouw, ook wat op leeftijd. En die kwam met heel veel mooie foto's van de Drentina. Nou, fantastisch vind ik dat. Echt prachtige foto's die ik nog nooit eerder had zien. Dat is het enige bedrijf wat nog bestaat. Ja, van de, ja, daar bent heel veel... Van de oldere bedrijven. Ja. Philips en Lucas Aardenburg en alles is weg. En heb je daar ook nog foto's van? Van Megieris en van... Van Megieris heb ik foto's, van Lucas Aardenburg heb ik heel veel foto's. Dat was mooi, hè? En van Philips ook, want daar heeft Anne Bakker ook heel veel foto's van gemaakt. Dus ook al die foto's, die heb ik nu. Ja. Meisjes, zo hurry. Er is nog heel veel te zien van Hogeveen. En als je dat uit wilt zoeken, dan moet je... Ook via de historische kringwerk. Maar dan kom je ook bij Henk Jonker terecht. Dus doe dat. Heb je nog wat in de kasteling? Weet je niet wat hij ermee moet? Stuur hem een mailtje. Misschien vindt hij het interessant. Misschien kan hij hem verder houden. Henk, ik wil u hartstikke bedanken. Dankjewel. En ik gun hem nog heel veel tijd voor die mooie hobby van hem. Nou, dankjewel. Want jullie zien het misschien niet, maar hij straalt van oor tot oor. Dat vindt hij hartstikke mooi. Dankjewel voor het interview. En ik heb van mezelf een opgeruimd karakter. Dat scheelt natuurlijk wel. Top. Dit is Koopman op pad. Tot de volgende keer. Mooi.